Ik heb nog met mensen buiten kunnen ook naar binnen, toch ruimte genoeg. Even iets meer naar voren. Dit is de eerste expositie van Casper in deze galerie. Casper exposeert al heel lang bij ons. Voorheen zat hij in de galerie hiernaast. En ik ben heel trots, Casper, en ik ben heel blij dat we het gedaan hebben. Het was een bevalling. Maar de beste dingen komen altijd aan het einde. En dat is ook nu weer het geval. Gisteravond laat kregen we nog werken binnen. Prachtige glaswerken die nog in de oven zaten, 's middags bij de glasfabriek. En tot diep in de nacht zijn we eigenlijk doorgegaan. Dus ik wil niet over praten. Ik wil eigenlijk het woord geven aan Onno Blom. En die heeft samen met Cas een prachtig boek, want zo noemen we dat. Dat is een soort portfolio met 24 werken en gedichten. En Onno heeft gedichten gemaakt voor dit prachtige achtluik, zeg maar, wat daar hangt. En ik geef het woord aan Onno Blom. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Mist, daar is het eigenlijk mee begonnen. Daar was Casper mee bezig, met het fotograferen van mist. En met het verwerken van transparantie, met lagen, met verschijnen en verdwijnen. En daar waren we al langer van plan om samen eens een keer iets te doen, een boek te maken. Een livre d'artiste, zoals dat heel chic heet. En op het moment dat Casper met dat thema bezig was, dacht ik, daar kan ik iets mee. Want in de letter hebben we de mist van het Schimmerrijk. We hebben hier mijn promotor en de biograaf van Hermans, de titel In de mist van het Schimmerrijk. Het is een Orpheus thema, hè, van de mythische held die naar de onderwereld ging en zijn geliefde daar kwam terughalen. Maar niet slaagde omdat hij omkeek. Shakespeare. Van Gerrit mag ik het allemaal niet uitleggen. Ik zal mij beperken tot te zeggen dat het maken van het boek een geweldig avontuur was. We zijn ervoor naar Parijs geweest. Ik heb net gedaan alsof het nodig was dat ik over Caspers schouder heen keek om te zeggen, nee, daar nog wat meer en daar nog wat meer. Dat was allemaal fantastisch. En ik heb inderdaad die gedichten geschreven en dat is min of meer mijn poëtische debuut. Dus voor mij zijn het spannende dagen. Zeker nu mij gevraagd is om die gedichten hierover te gaan voorlezen. Dus kunt u er niet tegen de poëzie? Volgens mij is het begrijpelijk, het is ritmisch en het rijmt, dus iedereen moet het kunnen volgen. Een vonk schoot op mijn netvlies traag omhoog. De morgen loeide onweerstaanbaar aan. Of niet? Was het de nacht die mij bedroog en mij wraakzuchtig dwong om op te staan? Het was nog stikken donker om me heen. Niet zeuren, raus! Ik sidderde van pijn. Vulcanus beukte op mijn hoofd van steen. Ik tastte rond en trok aan het gordijn. Mist, nu dat weer. O land van mest en mist, zo schreef de Genestet. Ook dat belooft maar weinig goeds. Was dit een binnenlist? Er is toch niemand hier die dit gelooft. Het bed was leeg, van jou geen enkel spoor. Een zweem van honing en Chanel was al. Nu drong de boze droom weer langzaam door. Je vluchtte, gilde, trapte in de val. Ik huiverde en hees me in mijn jas. Verdomd, waar ben je nu toch heen gegaan? Ik wilde maar niet lezen wat ik las. Mijn tong brak langs de lange lindenlaan. De stad was opgegaan in vuile rook. Elk straatnaambord was schijnbaar weggehaald. Een monster met drie slangenkoppen dook, snel weg achter een burcht. Ik was verdwaald. Ik vond je niet, hoe goed ik je ook zocht. Dat was de eerste keer wel anders. Toen zocht ik je niet, verscheen je in de bocht van Leidensvliet en gaf mij een zoen. Die naar voren maanden sterren voor het raam. De hemel was zo koel als glas. Mijn mond blies wolkjes lucht. Je sneurde door toen ik je vroeg of je gelukkig was. We zouden altijd blijven liggen in ons bed. Toch stond ik op, ging aan het werk. Mijn woorden kregen vorm, ik had weer zin en kreeg succes. Applaus verblind zou stel. Verbaasd zag jij het aan.
Waarom verliet ik huis en haard en bleef ik niet bij jou? Jouw liefde was toch ieders liefde. Je miste me en vreemde van de kou. Zo brak een ijstijd aan terwijl ik mijn verzengend vuur ontstak. Stoom sloeg eraf. We naderden de rand van het ravijn. We luisterden de stilte van het graf. Het leek wel of je even zweefde, hoog verheven boven de azuren vliet. Je sloot je ogen bliksemsnel en vloog een wonderwereld binnen van verdriet. Ontroostbaar was ik nu. Ik doolde door verbeelde straten van mijn jeugd en wist dit zijn bekende stappen. Hol decor, toch ging ik voort. Er was nog niets beslist. Ik riep jouw naam. Als antwoord klonk een zucht. Beneden viel de schaduw van mijn lot. Ik keek om. Je klauwde in de ijle lucht. En daarop sloeg mijn droom voorgoed kapot. Ik schrok. Werd wakker in mijn eigen huis. De tijd had alles grijs en grauw gemaakt. Uit vette nevel viel gestaag het gruis. Geen mens had hier nog ooit iets aangeraakt. Dit is het einde. Hoop heb ik niet meer. Hoe naarstig ik ook zocht in stad en slijk. Mijn lief, ik weet nu. Jou zie ik pas weer. In mist gevangen. In het schipperij. Dank. Dan zou ik nu graag samen met Casper het eerste exemplaar van de cyclus Misme aan Gerrit Komrij willen overhandigen. En dat doen wij niet alleen. Dat doe ik niet alleen heel graag omdat ik hem beschouw als mijn leermeester op allerlei gebied en als een zeer goede vriend. Maar ook omdat het is ook toepasselijk omdat Gerrit onlangs een boek publiceerde dat heet Kunstwonderen en dat is een ode aan de kunst. En dat is hier ook verkrijgbaar. Dus hij heeft er niet alleen gevoel voor, maar ook verstand van, dames en heren. Gerrit Komrij. Draagt mijn dominee stem ver genoeg om het zonder microfoon te doen? Ja. Gelukkig. Ooit heb ik in de Juinense Courant een uitgave van het Simplistisch Verbond en de VPRO een serie imitaties van kunstopeningen geschreven. Kunstopeningen zijn nogal makkelijk imiteerbaar. De diepere zin van het wit en de existentiële schrik die een klolle verf teweeg kan brengen, zoiets. Ik had zo'n imitatie hier kunnen voorlezen, maar er is al cabaret genoeg. U hebt behoefte aan ernst. We moeten verantwoord over kunst praten, met een empathisch timbre in de stem en doorspekt met wetenswaardigheden. Een professorentoon en een verstandige blik graag, wijsheid in een meeslepende verpakking. U vraagt zich af waarom Joos Wagerman vandaag wees u niet bang, ik ga de tijd niet vullen met een opsomming van wat ik allemaal zou kunnen zeggen en niet zal zeggen. Dit zijn serieuze tijden voor de kunst. Geen toespraakje, hoe kort en bescheiden ook kan het stellen, zonder te beginnen met een protest tegen de cultuurbarbarij van de overheid, tegen de triomftocht van de dorre klerken en dode zielen die op dit moment actief en agressief en rancuneus de kunst willen laten afsterven. Bravo. Het kan
prachtig gezwel heeft zich uitgezaaid naar de top en naar de vitale organen van de maatschappij. Misschien dat hier en daar terecht een luierend kunstvarkentje wordt geslacht, dat kan geen excuus zijn om een hele fauna te laten instorten. Zo, dat was het protest. Ja. Het is eigenlijk zonde van de tijd. Laten we barbarijen teruggeven aan de barbaren en laten wij ons gezicht wenden naar de kunst. Kijken, daar is een tentoonstelling voor. Kijken, daar zijn schilderijen voor. Kijken en niet lullen. Maar toch een paar woordjes over het nieuwste werk van Caspar Vaassen. Het is in de eerste plaats een spel met licht, natuurlijk. Maar ik zie ook parallellen met de literatuur. Ik weet het, de meeste schilders hebben er grondig de pest aan als beweerd wordt dat hun werk iets literairs heeft. Dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel dat er sprake is van een parallel procedé. Dat van het vlaggen, het schrappen, het positioneren van een saillant detail. Dat is iets anders dan minimalisme. Dat is het manipuleren van beelden. Dat is spelen met de spanning tussen het tekort en het teveel. Dat is in de overdaad het vertrekpunt nooit uit het oog verliezen. Dit gebeurt in een goed gedicht. Dit gebeurt in een goede roman. Dit gebeurt in dit nieuwe werk van Caspar Vaassen. Mist en een baas voor ogen en een glazen tussenwand, het kan allemaal zijn. Maar dat vervagen benadrukt een plotseling kleurvlak, een eenzame hand waarvan de vingertoppen je bijna fysiek aanraken. Het verhullende matglas en het schrappende vlakgum maken het wit witter. Er is een hand, er is wit, er is een wolk en er is een bergwand. Maar als je even kijkt, even blijft kijken, even goed kijkt, wordt de hand een signaal, de wolk een donderwolk en de bergwand een luchtkasteel. De witte ballerina-jurk openbaart zich aan je als een bijna ondraaglijke bruidsjurk. We betreden feerieke sferen die niet zonder heftigheid zijn. Vergis u niet, dat feerieke rijk van Caspar Vaassen is een schimmerrijk. Er is weinig lieflijks aan. De dreiging loert achter het Hitchcock-achtige doucheglas, in de röntgenweergave, in de bruidsjurk. Er is ook een mooi boek verschenen vandaag. Literatuur en kijken samen. De bedriegelijke lieflijkheden van Caspar Vaassen en het poëziedebuut van Onno Blom. Het past me niet om op het werk van een vriend literaire kritiek uit te oefenen. Het resultaat is een capriccio voor hetero, zullen we maar zeggen. Bij Onno Blom geen woorden als commentaar bij de kunst, gelukkig. Een eigen mooie cyclus. Schilderijen winnen niet door onze woorden. Ze worden er ook niet door aangetast. Wie denkt kunstwerken met literatuur te omcirkelen, omcirkelt een leegte. Het schilderij rust narcistisch en in eenzeese velden een heel eind verderop in de omhelzing van zijn eigen spiegelbeeld. Dank u.
achternaam. Nee,